Ik sta hier natuurlijk in de provincie Flevoland bij de N309, de weg tussen Dronten en Lelystad. Wat we hier aan het doen zijn, is de eerste duurzame rotonde in Flevoland aan het aanleggen. Dit is voor de provincie Flevoland een ontzettend belangrijk project, omdat wij steeds meer op weg zijn naar duurzaamheid, dat is belangrijk. CO2 footprint omlaag brengen en we willen samen met andere gemeentes en provincies innovatieve oplossingen creëren. En dit is een heel mooie pilot om te laten zien wat er mogelijk is. Deze rotonde is de start van een verdere verduurzaming van de wegen in de provincie Flevoland. Wat wij hier ook mee beogen is het stimuleren van ondernemers om innovatieve maatregelen te nemen, innovaties toe te passen, zodat we nog veel verder kunnen gaan dan de huidige CO2 footprint van 40%. We hebben de milieu-impact voor de aanleg van de rotonde bepaald aan de hand van de milieukostenindicator, de MKI-waarde. En het mooie van de MKI-waarde is dat hij niet alleen iets zegt over de CO2-uitstoot, maar ook over andere milieuthema's. Milieuwinst zit op verschillende punten in deze rotonde. In overleg met de aannemer hebben we gekozen voor een kunststofvezel. En die kunststofvezel heeft een veel lagere milieu-impact dan de oorspronkelijke stalen wapening. Er wordt 400 kuub beton gebruikt in deze rotonde. Dat bestaat grotendeels uit circulaire materialen. En het project maakt ook gebruik van biobrandstof. De doelstelling die de aannemer heeft gekregen is dat ze 50% CO2 moeten reduceren ten opzichte van reguliere brandstof. Tot slot maken we ook gebruik van biobased verkeersborden. In de borden worden groene grondstoffen gebruikt. Die houden CO2 vast in het bord. Daarnaast hebben we een aantal insectenhotels in de borden geplaatst, wat weer bijdraagt aan de biodiversiteit. Samen met de provincie zijn wij samen gaan zitten na de aanbesteding en hebben wij zeg maar verschillende afspraken, gesprekken gevoerd met betrekking tot duurzaamheid, maar ook met betrekking tot een stukje veiligheid en invulling van ons alternatieve plan. We hebben best wel een uitdaging gehad in dit project om de invulling te doen zoals die ook omschreven is. Dus het is een mooi project voor ons. Een leerzaam project.